Vanaf woensdag 27 november wordt er een proef gehouden met 4 woensdagmiddagen achter elkaar, waarop gratis geparkeerd kan worden in het centrum van Ede. Waarom juist die woensdagmiddagen? Woensdagmiddag hebben de basisschoolleerlingen vrij. En de praktijk leert dat er dan toch relatief veel mensen nog even inkopen gaan doen. En zeker in de periode voor Sinterklaas en voor Kerst is dat een prachtig moment om even toch het dorp in te gaan en nog wat inkopen te doen. Juist op het moment dat de scholen vrij zijn? Ja, een heel bewuste keuze om die woensdagmiddagen daarvoor te kiezen. Ja, want je zou denken, Sinterklaas wil de kinderen niet bij hebben tijdens het inkopen. Soms wel, soms niet. Hè? Maar je ziet ook heel veel kinderen zelf voor de pakjesavond ook met loodjes en dergelijke ook inkopen doen. Dus op dat opzicht is het wel een mooi moment. Ouders en Sinterklaas kunnen voor niks parkeren in het centrum, bij bijvoorbeeld het Kuiperplein, en daarmee meer geld spenderen aan cadeaus. Maar de gemeente zal daardoor wel inkomsten gaan missen. Ja, dat klopt. Het is gratis. Maar gratis betekent dat het gratis is voor de mensen die Ede bezoeken. Hè, die parkeren. Uiteraard is het zo dat er is niks gratis in de wereld. Ergens moet het natuurlijk de kosten neerdalen. Dat betekent dat de gemeente die voor de rekening neemt in samenwerking met de binnenstadmanagement. Met zeg maar de winkeliers. Wat voor bedrag spreken we dan? We hebben totaal ongeveer een kosten van 30.000 euro. En dat betekent dat beide partijen 15.000 euro aan kosten voor hun rekening nemen. Voor nu gaat het om een proef. De bezoekers hoeven er waarschijnlijk geen rekening mee te houden dat er daarna ook meteen gratis geparkeerd kan gaan worden. Dat kunnen we niet ophoesten, dat zou veel te duur worden. Dus dit is echt een proef waarbij we gewoon kijken wat er gaat gebeuren. En aan de hand van een evaluatie kunnen we altijd nog bepalen wat eventueel de meerwaarde is. En dan zullen de winkeliers zelf waarschijnlijk ook aan de bak moeten. Van ja, als ze het de moeite waard vinden en ze hebben er zoveel geld voor over, dan kan er van alles geregeld worden. Maar de vraag zal natuurlijk zijn of dat rendabel te maken valt. De parkeerplaatsen echt helemaal vol staan voordat het echt doorgevoerd wordt? Of hoe ziet dat? Wat wel goed is om te melden is, we gaan het monitoren. We gaan precies bij wat er gebeurt. Dat heeft onder andere als consequentie dat we ook de slagbomen wel dicht doen. Mensen moeten gewoon een kaartje trekken, inrijden. En als ze weggaan, even een kaartautomaat. En dan zullen ze zien dat ze niks hoeven te betalen. Maar, en dat ze weer uit kunnen rijden. Maar dan kunnen wij wel tellen wat er gebeurt en hoe lang mensen parkeren en dat soort zaken meer. En aan de hand van die evaluatie gaan we kijken of we hier volgend jaar wel weer proeven mee doen. Of we verder gaan of niet. Dat zal moeten blijken. Voorlopig blijft het dus bij deze proef. Overigens is er woensdagavond 4 december een koopavond waarop ook gratis geparkeerd kan worden.